Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe FIFA 14 Liverpool Manager Mode. Volgende wedstrijd gaan we simuleren. Het is namelijk ronde 5 in de FA Cup. Kan me niet zoveel schelen eigenlijk. Ik heb het gehad met die bekerwedstrijden. Als ik uit de beker word geknikkerd, wordt mijn schema wat ruimer. Ik heb toch al een prijs binnen, maar Moses schiet de 1-0 binnen. We gaan even afwachten wat er nog meer kan gebeuren. Het is nu weer even een rustig momentje. Vijfde minuut was een gele kaart voor Simpson. En in de zesde minuut scoorden wij dus. Zou wel een overtreding zijn geweest. En een vrije trap voor ons die erin is gegaan. Zoiets schat ik dan ongeveer. Oké, tweede helft is ondertussen ook al bezig. Gebeurt weinig. 2-0 dan door Sturridge. Flanagan pakt geel. En dat was hem. Alright. Niet veel bijzonders. Dan hebben we een competitiewedstrijd. Tegen Sunderland. Alright. Ik ga mijn opstelling goed zetten. En dan zie ik jullie. Alright. De eerste wedstrijd van deze aflevering. Tegen Sunderland. Moet op zich te doen zijn. Moeten we kunnen winnen. En we gaan kijken of dat ook lukt. Let's go. No way. No way. Oh my god. Eén schot op doel. Bam, goal. Ik los het 80 en ik krijg er nog niet eens in, man. Nou, is dat niet deze wedstrijd. Deze wedstrijd heb ik nog geen één schot gelost. Oké. Is het door? Schiet. Dat bedoel ik. Als dat een CPU was voor mijn goal, was het een doelpunt. Ja. Oh my. Oh, en ik raak weer chagrijnig. Tja, de tegenstander die scoort met elk schot op doel en wij hebben nu de gelijkmaker. Hartstikke mooi. Wie is het? Wie is dat? Ik heb niet aan de naam gelet namelijk. Niet belangrijk dan. Was dat Griezmann? Misschien? I don't know. Nee, die staat er volgens mij niet eens in. Nee. Want Origi staat op zijn plek. Zoeken naar de ruimte. De ruimte is daar. Een soort van... Ja, er is wel ruimte hier. Voorzet. Wat een kutbal. Oh, oh, pas. Is dat geen buitenspel? Blijkbaar niet. En... Oh. Geef die bal maar voor. Ja! Ja hoor! Hey! Oh, is dat Lallana? Dat kan natuurlijk ook. Dan was dat ook de eerste doelpunt te maken. Ja! Nummer 7. En hetzelfde gezicht. Lallana. Met 2 doelpunten nu in deze wedstrijd. Assist voor Sterling. Geloof ik. Ja. Moet wel. Wie staat er anders? Zo. En zo is de voorsprong nu voor ons. Oh, we hebben bal. Prachtig, man. Dan gaan we direct door. Lekker rustig overspelen. Ruimte creëren. Tijd verspillen. En de overwinning binnenslepen. Dan moet het dus niet zo. Maar we hebben de bal weer terug. Gerrard. Paas daar naar Sterling. Is prima. Sterling met snelheid erlangs. Lost een schot. Dat nog op zich redelijk gevaar. Maar oh. Oh, en dat is een heel overmoedig kopballetje. Gebeurt van alles soms. En soms ben ik enthousiaster dan nodig is. Soms denk ik echt op het moment van spelen, wat een mooie goal! En dan kijk ik het terug en denk ik... Nee, valt eigenlijk wel mee. Hebben jullie dat ook wel eens? Dan denk je op het moment van spelen, oh, wat een goal! En dan zie je de herhaling en denk je van, nee. Staat eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Maar goed. Dan laat je je meeslepen door het... Prachtige spel genaamd voetbal. En dan hier. Kom hier met die bal. Hup. Paas, nee. Oké, daar is ruimte voor Sunderland. Dank je. Ik zie Markovic gaan, jongen. Gaan. Ik zie daar een slechte paas van Markovic. Kom op. Oh, wat?
Ruimte hier voor Sunderland. Wat gaan ze doen? Helemaal niks. Helemaal niks, jong. Helemaal niks, jongen. Kom op. Over links. En dan passen we naar binnen. Komt nog net aan. Maar de tempo is er wel uitgehaald. Oh, wat een schijnbeweging. En een schot op de verdediger. Even naar de andere kant. Leveld, we staan voor. Meneer, dat is buitenspel. Of niet? Blijkbaar niet. Marco Veer. Soms, jongen, als dingetjes niet werden geblokt. Oh. Zou dat mooi zijn? Wat een ruimte, joh. Daar moet je gewoon van benutten. 3-1. Markovic scoort de 1. Goed, met zoveel ruimte, dan moet je ook gewoon uithalen. En dan is het gewoon een goal. Ik heb echt gewoon geen enkele wissel gebruikt bij deze wedstrijd. Het zal mijn team wel weer lekker moe zijn. Als jij eens even doorrent. Oké, Sterling. Sterwitje. Ik haal die namen door elkaar. En helaas was die niet snel genoeg. Dit was zijn eerste doelpunt blijkbaar, stond daar. Van Markovic. En scheids. Luidt dat mooie fluitsignaal van je. Nu. Dank je. De overwinning is binnen. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Ik zie jullie daar. Swansea City is de volgende tegenstander. En we moeten eigenlijk alles winnen gewoon. We staan maar één puntje los op de nummer 2. En dat is Manchester United. Dat is niet fijn. Ons schema is nog steeds strak. Tussen de vorige wedstrijd tegen Sunderland en deze zat maar één vrij dagje. Dus ik heb weer aardig wat aanpassingen gedaan. Sterling staat er niet in. Sturridge wel. Griezmann staat erin. Die speelde de vorige wedstrijd niet. Coutinho staat erin in plaats van Gerrard. Ja, gewoon verschillende aanpassingen. Ruimte voor Coutinho. En die scoort gelijk de 1-0, jongen. Zo open je. Ik was gewoon aan het rustig aan het uitleggen. En dan in één keer. 1-0. Heerlijk. Nog even dat ik geroepen werd. Vandaar die pauze daartussen. Mijn excuses. Oh. What the fuck? Oké, die is een beetje... Ik ben verrast. Ik sliep. Mijn verdediging sliep ook. We waren allemaal niet wakker. Dus er staat alweer 1-1. En er zijn nog niet eens 10 minuten gespeeld. Dit belooft wat te worden. Wel een beetje jammer. Ik denk met een snel doelpunt kan ik rustig aandoen de rest van de wedstrijd. Ik kan mijn team rustig aandoen, maar nee. Gebeurt direct weer zoiets. Nou. Kom dan. Ja. 2-1. 11e minuut. Kijk. Dit is een wedstrijd. Dit kan nog leuk worden. Sturridge. Brengt ons weer naar een voorsprong. Oh, Moses. Druk je ervoor, jongen. Druk je er goed. Maak hem. Nee. Oh, Moses. Moses. Dat is nog eens jammer. Kom op. Verdedigen. Terug die bal. Lallana. Ik weet eigenlijk goed. Kijk. What the fuck? Draaien. Goed. Uithalen. Ja, in de rebound. Hoppakee. 3-1. En nou kunnen we rustig aan doen. Het is pas de 28e minuut. Dus we hebben ook nog even. Mooi. Oh, we zetten druk. Oh. Het is trouwens de tweede helft voor degene die het niet door hadden. Ik was even de rust vergeten aan te kondigen. Maar. Who gives a shit, toch? Niemand. Maakt niet uit. Verandert de stand niet. Er is verder niks bijzonders gebeurd. Dus wat boeit het ook.
Kijk, en dan pakken wij de bal. En kijk de ruimte hier op links. Kijk de ruimte. Geef hem snel voor. Nou kan... Nou. Zeg, hij stond niet buiten spel nu. Maar ja, zo uitverdedigen kan natuurlijk ook. Blijkbaar is hij niet eens een basisspeler bij Swansea. Is toch wel minder dan, hè? Hey! Geef hem rood. Doe het, voor mij. Rood dat Boni. Wat was het? Ik heb die hele kaart niet gezien nu. Het zal wel gewoon geel zijn. Ja, het was geel. Hier, er gaat er één bij liggen. Moses. Henderson. Hattrick voor Sturridge. Komt-ie. Nee. Oh, prachtige paas. Maar Sturridge krijgt de bal nu onder controle. Was toch alweer een kans voor zijn 3 doelpuntjes. Voor zijn derde de serie. Maar het mocht niet... Nee. Het mocht gewoon niet. We hebben in ieder geval de overwinning binnen. Er moet nog heel wat gebeuren opeens. Zo'n de laatste paar minuutjes. Maar daar gaan we niet van uit. Komt misschien nog een kans voor Swansea. Er gaat een kans komen, denk ik. Nee, uit. En de scheidsfluit af. Zo is de overwinning binnen. Ik zou zeggen, vond je dit een leuke video? Laat die like achter en deel hem. Doe je dat niet? Nou, pech voor mij. Ik bedank jullie sowieso voor het kijken. Tot de volgende video. Laters.